Zonder overdrijven, er is de allermooiste packvist dat ik ooit heb gezien in mijn hele leven. En daarom verdient hij het ook gewoon om in deze video te zetten. Vergeet niet om jullie packvissen door te sturen naar mijn e-mailadres vanaf Twitter of Facebook of weet ik veel. Er is de hardste packvist ooit. Ik vind hem fucking awesome. Dik shout-out, much love en let's kick it in. Ik ben gestopt als fulltime YouTuber en ik ben tuinier geworden. Ik heb een tekstje voorbereid om deze video klassiek te beginnen. Aan zij die deze video kijken, proficiat. Aan zij die deze video niet kijken, sterf aan een pijnlijke dood. Maar ze gaan dat nooit weten, want ze hebben deze video niet gezien, snap? Oké. Ik upload de laatste tijd wat minder. Dat komt omdat school niet zo mee zit en omdat ik net niet buiten lig. Dat betekent dat ik gewoon net niet van school gestuurd ben. Mijn ouders zeiden zo naar school moeten gaan vandaag en het was intens. Ja. Mijn softbox en mijn camera staan elke dag klaar om een video op te nemen, maar ik kom thuis en ik huil mijzelf in slaap. Dat is niet waar, maar ik kom wel thuis en ik slaap. Ik weet niet waarom, maar ik ben heel moe. En ik heb fucking wallen. Maar echt gigantische wallen. Ik ga make-up halen en ik ga die shit wegdoen. Wacht. Nee, fuck it. Ik moet toch eerst mijn tekst lezen, want die heb ik voorbereid. Oké. Misschien kunnen we dit een nieuw hoofdstuk van mijn kanaal noemen, waarin ik een beetje een andere regel. Ja, fuck die shit. Ik heb geen tekst geschreven. Yo, you... Okay. Yo YouTube, wij zijn hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we een leuke video maken. Ik stel jullie ook voor aan mijn enige echte plant, Jean fucking Luc. Ook al hangt hij een beetje slap, ik weet niet waarom. Blijf recht, Jean-Luc, blijf recht. Dit is ijsbergslaap, denk ik. Of tomaten, ik weet niet wat ik heb gekocht. Ik heb er gewoon zaadjes in gedaan. Dit is een fucking plant. Ik ben gestopt als fulltime YouTuber en ik ben tuinier geworden. Klinkt niet echt overtuigend, maar het is wel. Even deze wallen wegdoen of zo, en no. Dus ik heb hier wat spulletjes mee om mijn wallen te fixen. Ja, gezondheid. Ik denk niet dat dit voor mij gezegd is. Dit is groen en zo, waarom zou je groene make-up kopen? Oké, skip. Matteert en egaliseert de huid. Ik ook niet nodig. Wow, dit is sowieso hele illegale shit. What the fuck? Dit zijn bolletjes of zo. Kijk, ik denk dat hier niks tussen zit om mijn wallen weg te doen. So, hey guys, if you want to remove some wallen omdat je niet genoeg slaapt, then you use this zwarte doosje from Dior and you open it up. Oké, niet die. And you open it up and as you can see some korreling there. So you take this and this is the galenic parry and you dop it in there and then you go like this and then you remove your wallen forever, you know that? Ik weet niet wat er fuck er gaat gebeuren is, maar oké. And you can do some more on your face because girls like to use a lot of makeup. You can also use some lip balsam from the Hema to make your lippen dikker. And now you look like a real girl. Misschien nog een beetje oogpotlood. Ik weet echt niet wat de fuck dat ik aan het doen met, maar oké. En dan de test. Wow, het werkt! Haha, mijn wallen zijn weg. Eigenlijk niet, maar oké. Oké, dus dat gezegd zijnde, let's go! Kijkers van mijn kanaal. Vandaag ga ik even kijken hoe goed het eigenlijk gaat met mijn kanaal. Zoals jullie kunnen zien, ook al heb ik al jaren niet meer geüpload, er blijven wel gewoon subs bij komen. Dikke duim voor jullie. En daar moet ik eigenlijk echt wel dankjewel voor zeggen, want what the fuck. De meeste YouTubers die zo even die uploaden verliezen meteen subs. Voor de mensen die mij nog niet volgen op Snapchat, op Instagram, ja, dan hebben jullie mijn haar nog nooit gezien in een staartje. Niet dat ik dat serieus doe, maar het is wel grappig. Het is een staartje. En dan zit mijn kakhaar gewoon niet meer in mijn ogen. Normaal zie ik nooit iets en dan loop ik door de wereld, maar ik zie eigenlijk echt niks. Oké, maar ik denk wel dat jullie een reden verdienen en dat ik jullie moet vertellen waarom ik video's offline gehaald heb, waarom ik eigenlijk gewoon niks van mij heb laten weten op YouTube. Mijn punten zijn veel beter dan vorig jaar. Ik heb echt 9 en zo en 10 en voor alles gewoon hele goede punten. Mijn gedrag is eigenlijk echt nog... Ja, ik ben echt heel rebels geworden. Dat is raar voor te zeggen van mezelf, want ik weet dat dat eigenlijk echt zo is, maar oké. Ik kan het gewoon niet zo goed vinden met leerkrachten. Dat is zo honden en skateboard. Snap je? Je weet ook niet waarom een hond begint te blaffen als hij een skateboard ziet, maar het gebeurt wel. Ja, dan ben ik de hond in die situatie en dan zijn de skateboards gewoon leerkrachten. Soms snap ik zelf ook niet zo goed waarom ik boos word, maar ja. Ik heb 2 video's offline gehaald omdat er in die video beelden kwamen die ik had gemaakt op school en ja, bah. Kijk, ik mocht dat niet op YouTube zetten. Ik heb dat toch gedaan. Toen ze vroegen om dat offline te halen, heb ik dat ook gewoon nog 2 weken uitgesteld. En dan pas die shit offline gehaald. Skere tijden! Skere tijden, maar wel een nieuwe trui. Ja. En dan had ik nog eens allemaal dingen gedaan die ook niet mochten. Zoals ruzie maken met leerkrachten en zeggen dat leerkrachten in hun vak echt slecht is. En zeggen dat ze geen les kunnen geven en zo. En ja, kijk, ja. Vandaag ben ik bijna buiten gesmeten. En dat is niets om trots op te zijn. En dan kom ik thuis en dan is mijn mama half aan het wenen en dan, ja, snap je? Je mama's die wenen, dat is echt
fucking kut. Want ik weet ook niet hoe ik daarop moet reageren. Moet ik dan ineens super lief doen? Moet ik fucking ook boos worden? Moet ik ook beginnen wenen? Hele moeilijke situaties. En uiteindelijk heb ik alleen maar ruzie thuis door school. Als ik in mijn hoofd even wegdenk, als ik niet naar school zou gaan, dan zou ik geen ruzie meer hebben thuis en dan zou mijn leven perfect zijn. But you gotta go to school because you need a diploma. En daar blijven ze me op school dan ook gewoon terug op drukken. Zonder diploma kom je nergens in je leven. En dat is zo het vaste standpunt van de wereld. Iedereen zegt altijd als je geen diploma hebt, dan kom je nergens. Dat is zo fucking kut. Want als je echt iets wil, dan moet je er echt gewoon fucking voor gaan. En als je daar diploma voor nodig hebt, dan, ja, dan moet je het diploma gewoon natuurlijk hebben natuurlijk. Maar ik wil echt heel graag van het diepste van mijn hart gewoon filmpjes maken. Want school blijft mij slopen en ik kom thuis en ik ga slapen. Het is nu 6 uur, het is een woensdag. Ik ging een video opnemen vandaag. Maar ik kwam van school, ik had net een gesprek gehad met de directie, met mijn ouders erbij. En ik was zo gesloopt dat ik thuis ben gekomen en ik heb geslapen. Ik ben echt gewoon net opgestaan. Het is een harde kutwereld. En elke dag krijg je vuisten in je gezicht van de wereld. But you gotta keep strong. And you gotta fight. And you gotta be happy. Maar op dit moment ben ik ook echt niet zo blij. Maar ik doe het voor de peoples die deze video kijken. Voor de mensen die berichtjes naar mij sturen van: hey Acid, waar ben je? Heb je video's nodig? Voor de mensen die op school zeggen tegen mij: upload weer een video. We need you. Dan zit ik hier en dan denk ik van: what the fuck is er met mijn haar? Maar oké, het had erger gekund. Hoor dat mijn mama in de badkamer is en al de make-up ligt hier. Dus I don't know what I... Even heel stiekem die dingen terugleggen en dan kom ik terug. Ik heb ook een nieuwe jas gekocht. Het is winter, dus we hebben een lekker warme winterjas nodig met veel wol. En het is een jeansjas met een kraagje. Ik ga deze jas bleken omdat ik dit jeans te blauw vind. Dus binnenkort is deze jeans zo een beetje meer dit. Kijk dames en heren, ik wil gewoon zeggen tegen jullie, als jij je kut voelt op dit moment, wel weet dat je niet alleen bent. Ik voel me ook echt enorm kut. En ik fake mijn lach misschien een beetje op mijn gezicht en ik zou misschien liever gewoon achter mijn computer zitten en een beetje, weet ik veel, doe wat ik de laatste 2 weken al doe. Kijken naar Facebook en mijn tijd verspillen. Maar uiteindelijk, hoe hard het ook is en hoe slecht dat je ook voelt, haal er het beste uit. Want nu voel ik mij al veel beter dan daarnet, dat ik iets aan het doen ben en dan dat ik niet gewoon in mijn bed ligt te denken over hoe kut mijn leven is. Gewoon echt omdat ik een video aan het maken ben voor jullie, omdat ik weet dat mensen gaan lachen. Of toch, een paar, toch niemand. Snap je? Het is hard, het is kut. Ah, we zijn op deze wereld en we gaan ons niet laten verneuken door leerkrachten. Dus dames en heren, sluit fuck. Doe zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Ik zie jullie binnenkort weer. Maar onthoud goed, jullie zien mij elke dag op Snapchat en Twitter en Facebook en weet ik veel, Instagram stories. Dus volg mij op al die dingen, alles staat hier in de beschrijving. Ik ben Acid en ik zou zeggen, fucking awesome!